15 kinderhartspecialisten uit Nederland zullen 2 weken lang zoveel mogelijk kinderen met een hartafwijking opereren. De openhartoperaties en katheterisaties zijn erg nodig. In Suriname worden er jaarlijks tussen de 20 en 30 kinderen geboren met een hartafwijking. Dit is de 16e missie vanuit het Centrum Aangeboren Hartafwijking in Amsterdam-Leiden. En ze zullen de 170ste patiënt opereren. Het Nederlandse marineschip zuster MS Pelikaan is sinds maandag in Suriname ter gelegenheid van de 47ste Onafhankelijkheidsdag. Het doel is om de banden met Suriname op defensiegebied verder aan te halen en te verdiepen. De militairen van het marineschip nemen op vrijdag 25 november deel aan de parade en het defilé. De Nederlandse militairen hebben ook saluutgranaten meegenomen voor de 21 minuut schoten tijdens de revidentieviering voor het Surinaams Nationaal Leger. De SAO start op 28 november met de training Assistent Verpleeghulp. De training Assistent Verpleeghulp is geen nieuwe training. Het is lang niet aangeboden, zegt directeur Joyce Lapaar. De kosten voor de training, die 12 maanden duurt, zijn 700 SAD per maand. Om geïnteresseerden tegemoet te komen, is er een project ingediend bij het bureau Gemeenschapsproject. En dat resorteert onder het ministerie van Financiën en Planning. Dit project is intussen goedgekeurd en de cursist hoeft voor de hele training slechts 750 SAD te betalen. Voor zij die het bedrag niet in één keer kunnen betalen, heeft de SAO een betalingsregeling.